Hi iedereen, welkom bij de laatste aflevering van dit seizoen van Yoga at Home with Yogini Su. Ik ben Natasha, a.k.a. Yogini Su. Bubbles is ergens aan het schuilen en we gaan vandaag flink aan het werk. Dus pak je mat en get ready to break a sweat. Voor de Sun Salutation B starten we met de chair pose. Dus kijk voor je uit. Adem in. Adem uit. Zak door je knieën. Als je kan, tik je mat aan. En adem in. Kijk omhoog. Billen naar achteren. Je knieën niet voorbij je tenen. Adem uit. Vanaf hier lijkt hij op de A. Adem in. Flat back. Adem uit. Stap naar achteren. Knie. Borst. Kin, adem in, voor de baby cobra, adem uit, downward facing. En je weet, we gaan voor een warrior aan beide kanten, dus kijk waar je gaat stappen en we beginnen met rechts, voor, voet plat, heel van je linkerbeen, ook plat, gestrekt been, 90 graden, here we go. Achterste been is dus gestrekt en je voorste been is in 90 graden, kijk omhoog. Schouders laag, adem uit. Sluit hem aan, knie, borst, kin. Adem in. Adem uit. Downward facing dog. Kijk waar je gaat stappen met links. En in. Warrior one. Adem uit, sluit aan, adem in, baby cobra, adem uit, downward facing, kijk voor je, sluit beide benen aan, adem in, adem uit, en we gaan met de chair pose eindigen, adem in. En uit. We gaan nu voor de B unmodified, dus niet gemodificeerd. Here we go. Benen bij elkaar. Adem in. Adem uit. Tik. En omhoog. Heel goed. Forward fold. Halfway lift. En naar achteren. Adem in. Adem uit. Downward facing. Gestrekte benen als het kan. Kijk tussen je handen. Adem in. Stap. En omhoog. Adem uit. Sluit hem aan. Chaturanga Dandasana. Baby cobra. Adem uit. Downward facing. Linkerbeen. Omhoog. Let op die heupen. Beide wijzen naar voren. Sluit aan. Adem in. Laatste keer je downward facing. Strek je benen als het kan. Let op je cues. Ruimte tussen je schouderbladen. Handpalmen goed in de mat. Voetzolen op de mat. Heupen naar achteren. Bekken is gekanteld. Kijk tussen je handen. En spring. Flat back. Forward fold. Chair pose. En uit. Heel goed. Als het goed is zijn we nu lekker warm. Ik in ieder geval wel. Ik zie ook een paar sweet druppels. We gaan gauw verder met het volgende gedeelte.
Nou, we gaan lekker zitten. Maar je weet, we gaan mooi zitten toch? Ook dat hebben we geleerd. Dus je ademt in. Uit. In. En stap de achteren knieën op de mat. En we komen in een tabletop. In de tabletop hebben we geleerd dat de vingers gespreid moeten zijn. Je polsen, je ellebogen en je schouders zijn op één lijn. Heupen en knieën op één lijn. Enkels in het verlengde van je knieën. En we gaan van hieruit voor onze cat cows. Yes. Je ademt in, je buik komt naar buiten. Bekken kantelt, borst naar voren, hoofd omhoog, schouders naar achteren. Je ademt uit, je bekken kantelt naar binnen. En je navel komt naar binnen. En je borst en je rug omhoog en je kijkt naar je navel toe. Als een boze kat. Adem in. Bekken, borst, hoofd. Adem uit. Bekken, borst, hoofd. Heel goed. Adem in. Bekken, borst, hoofd. Laatste keer. Uit. Bekken, borst, hoofd. Kom je neutraal? We hebben ook de tigers geleerd. Bij de tigers gingen we deze manier. Knie naar je voorhoofd en omhoog. En let wel, wanneer je naar binnen komt, is het net als die boze kat. Wanneer je omhoog komt, is het net als die kou. Je heupen komen niet naar de zijkant, maar die blijven parallel. We gaan 3 om 3 doen aan weerszijden. Here we go. Adem in. Omhoog, point your toes, adem uit, knie naar je voorhoofd, adem in, en uit, en in, en uit, zet hem neer, hou voor de andere kant. Adem in. En uit. En in. En uit. Laatste keer in. En uit. Zet je knieën neer. Heel goed. Kom even op je hielen zitten. Even een kleine rustpauze. Je handen in elkaar, even de polsen losgooien. Heel goed. Dan gaan we voor onze balancing table pose. We gaan uitstrekken en dan knie naar onze elleboog toe. Ready? Here we go. Weer een goede tabletop. En daar gaan we. Strek eerst je rechterbeen uit. Linkerarm uit. Heel goed. Dit is een inademing. En let wel. Je arm waarop leunt blijft gestrekt. Als je dit doet, ga je omvallen. Yes. In. Kijk naar de binnenkant van je hand. En uit. Knie naar je elleboog. Denk aan die boze kat. In. Een rechte lijn. En uit. Laatste keer in. En uit. Zet hem neer. Andere kant. Strek je been uit. Opposite arm uit. Rechte lijn, dat is een inademing. Uitademing, knie naar je elleboog. In. Span die buikspieren. En uit. Heel goed. En in. En uit. Zet hem neer. Was het 3? Oké. Kom weer op je hielen zitten. En dan we gooien hem weer los. Heel goed. Nou.
We gaan heel even voor een child's pose. De knieën in de breedte van je mat. Tenen tegen elkaar. Een driehoek vorm je. Strek je armen uit en je voorhoofd plaats je op de mat. En relax. In. En uit. En in. En uit. Heel goed. Kom weer omhoog. Gaan we weer in onze tabletop. En van hieruit krullen we de tenen onder. En we hadden ook geleerd om een beetje van hieruit die buikspieren aan te wakkeren. Door onze knieën op te tillen 10 centimeter van de mat. Gaan we ervoor? Omhoog. Hou hem vast. Blijf ademen. Hou hem vast. En terug. Gaan we nog 3 keertjes doen. Kom omhoog. Druk goed weg. Span je buikspieren. Span je beenspieren. En zet hem neer. Nog 2. Omhoog. Heel goed. En zet hem neer. Bij die laatste ga ik jullie ook vragen om uit te stappen naar een plank. Yes? Let's go for it. Omhoog. Even vasthouden. En stap uit naar achteren. In een plank. Let op bij je plank. Niet omhoog met je billen, niet te veel hangen. Maar een mooie rechte lijn. Span die buikspieren. En hou hem vast. Druk weg van de mat. Heel goed. En knieën zachtjes met liefde op de mat terug. En kom weer zitten. Rol met de schouders. Heel goed. Nou, we gaan nu toch even die benen losgooien. Let op. Strek je benen. We hebben geleerd folding from the hips. De forward fold vanuit de heupen. En we gaan het nog even een paar keertjes doen. We beginnen met de knieën omhoog. Adem in. En adem uit. En je komt met je buik richting je dijen. Weet je nog? Dus we gaan niet buigen naar voren. Buik richting je dijen. Billen naar achteren op de diagonaal. Zitbotjes op de mat. Heel goed. Mooi. Voren toe. Inademen. En als het lukt, mag je benen wat meer strekken. Uitademen. Heel goed. Nog een laatste keer inademen. Kan je nog meer strekken, die benen. En we gaan uitademen. Zo ver als je kan. Heel goed. Ademen. Kom eruit. Nice. Gaan we je heupen losgooien. In de butterfly. Voetzolen bij elkaar. Duimen steken naar binnen. En we gaan fladderen. Heel goed. Je begint rustig. En je gaat hem steeds opvoeren, het tempo. Sneller. Sneller. Je mag hem ook goed naar beneden drukken. Kijk, dat zoeken we. En hoe krijgen we dat effect? Door heel veel kracht uit te oefenen. En natuurlijk, we blijven lekker stretchen. En de heupen. Komt vanzelf. Open de benen. En we gaan ook hier vandaan uit. Naar voren komen. Adem in. Adem uit. Heel goed. En je weet het. Als dit de max is en je voelt het al trekken. Blijf je lekker hier. Zorg ervoor dat je recht naar voren blijft kijken. En dat je niet een bolling maakt.
Yes, dus adem in. Tenen omhoog. Adem uit. Heel goed. Adem in. Als je nog verder kan, adem uit. Laatste keer in. En als het verder lukt, adem je uit. Adem in. En uit. Kom terug. Benen bij elkaar. En we gaan staan. We gaan natuurlijk ook mooi komen staan. Rol naar voren toe. Ontvouw je benen, tenen op de mat, billen omhoog en loop met je handen naar je voeten. Ga even swingen. Links naar rechts. En rol werveltje voor werveltje. Weer omhoog. We hebben geleerd de warrior 1 en 2 achter elkaar. En we hebben ook wat balansoefeningen geleerd. We gaan daarmee afsluiten. Dus, eerst doen we de warriors. We hebben namelijk net al de warrior 1 gedaan in de sun salutation B. Dus we gaan voor onze warrior sequence. Kom weer staan. The top of your mat. Begin van de mat. We beginnen door een grote stap naar achteren te nemen. Met je rechterbeen. Stap naar achteren. Kijk, als je hielen op één lijn zijn, zak door je voorste knie. Als je merkt dat je met je knie voorbij je enkel komt, dan mag je een grotere stap nemen naar achteren. Kijk, dit ziet er beter uit. Zak door je knie, je heupen wijzen naar voren. En we gaan voor de Warrior One. Kijk omhoog. Voor de Warrior Two, maak je de armen open, die komen op één lijn en je achterste been, dan kijk je naar en je tenen die gaan nu naar voren wijzen. Op de, van de diagonaal gaat je voet nu horizontaal staan en let op die heupen, die staan nu open. Je armen die zijn gestrekt en je kijkt naar je middelvinger. Probeer niet naar voren te hangen of naar achteren. Je bekken kantel je naar binnen toe. Heel goed. Heel goed. Kijk ook naar je knie. Hij mag niet naar binnen zijn, ook niet te veel naar buiten. Helemaal goed. Als dit moeilijk gaat, mag je hem kleiner houden. Maar let vooral op het verschil van je heupstand. Yes, we gaan dus van heupen wijzen naar voren en de heupen zijn open. Helemaal goed. Gaan we van de Warrior 2. Gaan we je been welke gebogen is. Strekken en naar voren draaien. Kijk omhoog. En we gaan van hieruit naar de Warrior 2. Aan de andere kant. Open je armen. En je voeten wijzen naar voren. Zak 90 graden. Je achterste voet is nu horizontaal. Ook hier niet te veel naar voren. Niet te veel naar achteren. Je heupen zijn open. Heel goed. En je moet hem voelen branden in je quadriceps, van je been welke gebogen is. Heel goed, bekken kantelt naar binnen toe. En van hieruit gaan we voor de Warrior 1. Je draait door, heupen draaien naar binnen toe. Je achterste voet komt nu op een diagonaal. En als het nodig is, stap je bij. Ik moet even adjusten. Hey, hier zijn we. Warrior 1, kijk omhoog. Heel goed. En we komen dan weer naar het midden toe. Kijk omhoog en je benen sluiten aan. Oeh, ik moet even losschudden. Ik zei jullie vandaag gaan we hard werken. Goed, gaan we eindigen met onze balansposes. Namelijk onze tree en onze eagle pose. We staan dan in het midden van de mat als het goed is. Dus blijf lekker staan. We beginnen met onze tree pose. Plant je standbeen
goed in de mat. En het been welke omhoog komt, doe je 90 graden. Even bewegen, zorg ervoor dat je stabiel staat. Je handen mogen in je zij om te balanceren. Heel goed. En je plaatst je voet of aan de zijkant van je scheenbenen of net boven je knie of heel hoog in je lies, zo hoog als het kan. Heel goed. Je duwt met je lies in je voetzool en je voetzool terug in je lies. Je handen die mag je in je zij houden of je mag, als het kan, voor de borst doen. Heel goed. We hadden ook de armen omhoog gedaan als het lukt. En voor de extra challenge mag je in 4 stappen omhoog kijken richting je duimen. Blijf je buikspieren aanspannen, schouders laag. Here we go. 1, 2, 3 en 4. Kijk. Heel goed. En terug. Nice. Blijf balanceren. Handen in je zij en de andere kant. Good job. Schud even los. Here we go. Adem in. Even eerst balanceren. Heel goed. Handen in je zij. Of los. Je been gaat op de plek waar je comfortabel bent. Let wel nooit op je knieën, guys. Never. Dus hier, hier. Help hem en zet hem hoog. Hij mag wat hoger. Juist. Daar zit hij goed. De evenredige druk. Handen voor de borst. Als het lukt. Omhoog op een inademing. Schouders laag. En als het lukt, in 4 stapjes omhoog kijken. Here we go. 1, 2, 3 en 4. En terug. Heel goed. Handen in je zij en sluit hem aan. Schud los. We gaan 1 been omhoog doen. Zak door je staanbeen. Kruis je benen. Zit mooi. En je blijft of hier. Of als het lukt. Wikkel je je voet helemaal om. Je scheen. En nu sta ik schuin. Dus ik ga corrigeren. Heel goed. Nog meer door. Mijn knie zakken. Billen naar achteren. Net als in mijn chair pose. De eagle armen komen erbij. Welk been is boven. Die arm komt ook boven de andere. Yes. Here we go. Eroverheen. Je drukt tegen elkaar die ellebogen. Wikkel eromheen. Handpalmen tegen elkaar. Oftewel je vingers aan je handpalmen. Schouders druk je naar beneden toe. Heel goed totdat je die stretch voelt. Nice. En voel hem branden. Schouderstretch. En je benen die zijn aan het branden. Good job, guys. Laat hem los. Handen in je zij. En sluit aan. Oei. Voel het. Andere kant. Almost there. En je weet het ook hier. Als je de uitleg wil in zijn geheel. Kijk vooral terug. We hebben deze asana stapje voor beetje gedaan in de voorgaande episodes. Yes. Ander been. Omhoog, op een inademing. Zak door je standbeen. Wikkel hem helemaal eromheen of blijf hier. Heel goed, corrigeer je heupen. Heel goed, billen naar achteren. Welk been is boven? Die arm is ook boven. Tegen elkaar drukken. Ellebogen, handpalmen. Druk je schouders terug. Heel goed, voel die stretch. Tussen je schouderbladen. Heel goed. Blijf hier, adem. Armen los. Kijk,
Nou, dat waren mijn aantal asanas, een aantal poses. We hebben veel gedaan dit seizoen. Ik ben trots op jullie. Bubbles ook. Waar is Bubbles? En we gaan lekker op de mat, want we gaan afsluiten. Yes? Here we go. De laatste keer voor dit seizoen. Mooi gaan liggen. Adem in. Adem uit. Adem in. Knieën op de mat. Ga eerst even zitten. Ik ga groeten. Het was voor mij een waar genoegen, en van Bubbles ook, om deze 8 episodes samen met jullie yoga te doen in de huiskamer bij jullie en vanuit mijn huiskamer, oftewel mijn yoga shala. Dank jullie wel. Ik hoop jullie allemaal terug te zien voor het tweede seizoen. En wij gaan groeten, maar niet voordat we in de Shavasana gaan. Dus tot de volgende keer en vergeet niet je rust te nemen. Benen hoeken van de mat. Kom lekker liggen. See you next season. Namaste. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.